Rogier, ik heb me laten vertellen dat jullie ook dingen doen met wenkbrauwen. Ja, precies, dat klopt. Vertel wat. Nou, wenkbrauwen, wij epileren het wenkbrauwen niet. Nee, ik moet niet met mijn pincetten. Nee, niet bij me komen. Maar wat wij mee kunnen doen, is we kunnen hem wat hoger brengen. En dat kan door middel van verschillende mogelijkheden. Want dat is denk ik je volgende vraag. Ja, nou ja, ik wou nog even weten, wat kan er dan mis zijn met de wenkbrauwen? Nou, ze kunnen natuurlijk een beetje gaan hangen. Ja. Kijk, en daardoor kun je ook hangende oogleden krijgen. Ja. Maar soms kan die wenkbrauw dus ook naar beneden zakken. Oké, okay, ik snap het. Ja, en wat zijn daar dan de mogelijkheden voor inderdaad? Hangende wenkbrauwen kunnen bijvoorbeeld met botox kunnen ze heel goed aangepakt worden. Ja. Dan gaat eigenlijk die hele wenkbrauw gaat een beetje omhoog, doordat de spieren die hier zitten, ja, dat allemaal optrekt, optrekken. Zeg maar. Ja. Tweede is, je kan het met een filler behandelen. Ja. Dan doe je eigenlijk een klein beetje onder de wenkbrauw. Dat geeft ook een liftend effect. Je kunt het met ja, soort touwtjes, de Silhouette Soft, kan je het goed aanpakken. Okay. En ja, dan doe je een speciale techniek, dus dat het gewoon ja, lift. Dat een liftend effect ook heeft. Precies. En wat als één wenkbrauw niet gelijk is met de andere? Kan ja, je daar ook iets mee? Kan ik je wat vertellen? Ik wil nog even je nog ja, iets toevoegen. Je kan het ook eventueel met de plexer doen, maar dat geeft soms wisselende resultaten. Goede vraag trouwens wat je stelde over ja, onregelmatigheden, want ik heb natuurlijk veel patiënten die zeggen ja, van ja, het is toch niet helemaal gelijk. Gelijk. Dat is lastig. Je kunt door de behandelingen die ik doe, kan je het wel wat gelijk trekken. Ja. Maar bijvoorbeeld met botox, dan zeggen ze van goh, ja, dan kan je daar iets meer. Dat werkt helaas niet zo. Het punt is dan krijg je het misschien wel gelijk. Hoewel dat heel moeilijk lastig is. Maar dan heb je ook een. Dan is het in rust gelijk. Maar als je beweegt, dan zie je er opeens dat het juist asymmetrischer wordt. Dus dat is niet iets wat ik heel snel adviseer. Oké, duidelijk. En mensen die deze behandeling ondergaan, iets met de wenkbrauwen willen doen, wat kunnen die verwachten van de resultaten? Ja, nou, de resultaten zijn op zich gewoon goed. De botox is best voorspelbaar hoe groot het effect zal bereiken. Okay. Fillers ook. De Silhouette Soft is ook wel goed voorspelbaar. Plexer vind ik wat minder. En het effect is afhankelijk van het middel wat je ervoor kiest. Tussen de 3 maanden voor de botox oplopend tot 2 jaar voor de Silhouette Soft of de plexer. Oké, okay. Dus zal ik hem dan even samenvatten? Mm-hmm. Oké, okay, dus als je last hebt van hangende wenkbrauwen, dan kan je eigenlijk op heel veel verschillende manieren daar iets aan doen. Je kan Silhouette Soft gebruiken, je kan botox gebruiken, je kan fillers gebruiken en de plexer. Plexer uiteraard kan je ook gebruiken. En dan krijg je een mooi liftend effect. Prima. Ja.